Kerngezond TV is powered by Volta Limburg en Provincie Limburg. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kerngezond TV. Ik ben al buiten adem. We springen dan ook gelijk in deze nieuwe aflevering vol inspiratie op het gebied van bewegen, voeding en gedrag. Veel plezier! Welkom, mijn naam is Ricardo en elke aflevering van Kerngezond TV ga ik samen met jullie een actieve warming-up doen waarmee we de dag actief zullen starten. Vandaag gaan we samen die pepernoten eraf trainen en dat gaan we doen door de eerste drie oefeningen aan elkaar te maken. Oefening 1, dat was je sidestep met je armen omhoog. Oefening 2 was knieën omhoog en oefening 3, dat was die schaatsbeweging. Zijn we er klaar voor? Daar gaan we. We beginnen met oefening 1, hakken naar de billen, armen gaan omhoog. Tempo hoog. Goed zo. Maak je klaar voor de volgende oefening. Knieën gaan omhoog en het tempo gaat omhoog. Stukje sneller, kom maar. Tempo omhoog. En nog een stukje hoger. Nog een stukje sneller. Hou vol. 3, 2, 1. We gaan naar die schaats. Blijf laag. Zakken door je benen. Twee, één. Oké, zo. Dat was een pittige. Heel goed gedaan. Veel plezier. Doei! Op basisschool De Leerlingst in Halen was het thema beleven van de planeet. Het belang van water drinken, waterproefjes en een quiz over water en duurzaamheid stonden op het programma. Jong geleerd is oud gedaan, is ook hier het motto. Voor mij. Ik ga vandaag een kijkje nemen hoe de bloemkolen groeien. Gaan jullie mee? Hoi! Dit zijn dus de bloemkolen. Dit zijn allemaal de bloemkolen, ja. Maar die zijn toch wit en ik zie er helemaal geen. Nou, dan kom maar eens kijken. Die zijn helemaal verstopt. Kijk zo, dit is dus de bloemkool. Helemaal onderaan zit hij in de kool en als het zon schijnt leggen we de bladeren op. En dan gaan we een paar dagen later gaan we kijken of de bloemkool goed is en dan halen we de bladeren eraf en dan snijden we de bloemkool. Vet bloemkool! Hoe lang staat de bloemkool dan hier op het veld? De bloemkool heeft ongeveer 75 dagen nodig om te groeien. Als klein plantje, potenwijze en als de zon heel veel schijnt en heel veel regent, heb je 75 dagen later een mooie bloemkool. Ik zie hier heel veel bloemkool, maar hebben jullie ook iets anders? Wij hebben ook nog Romanesco. En die staat daar. Dat wil ik al eens zien. Kom maar mee. Hoi. En dit is dus de Roma. De Romanesco? Ja, dat. Oftewel de torentjesbloemkool. En wat is hier dan anders aan dan de gewone bloemkool? De gewone witte bloemkool, daar leggen we bladeren op dat hij beschermd wordt voor de zon. En de Romanesco, die moet juist zon zien. Dan krijgt hij zijn mooie groene kleur en de leuke torentjes. En wat gebeurt er nu mee dan? Nu gaan we hem oogsten. En hier wordt er dus geoogst? Ja, hier gebeurt het oogsten. De bloemkolen worden afgesneden, die leggen ze op de lopende band en die transporteert hij naar boven. Daar doen wij ze in kisten. Houdt u ons even mee, Sue? Jazeker, gaaf! Maar wat gebeurt er nu mee? Nu gaan de bloemkolen naar Veiling Zon in Venlo. En van daaruit gaan ze naar de supermarkten en de groentewinkels. Toppie! Zeg Sue, vind je bloemkool eigenlijk lekker? Ja, ik vind het heel lekker. Ik gebruik het wel als snackgroente of gezonde pizzabodem of in de soep. Bloemkool kun je voor heel veel verschillende gerechten gebruiken. En je kunt het ook heel goed combineren samen met de Romanesco. Het wordt op dezelfde manier bereid. Nou, dan ga ik het thuis eens uitproberen. Maar waarom zijn ze dan allemaal zo nat? Omdat het vannacht geregend heeft. Maar bloemkolen hebben heel graag water.
En over het water, daar kan Erik je van alles over vertellen. Nou, dan zou ik nu maar eens naar Erik toe gaan. Hoi Erik, als het goed is, kan jij me heel veel vertellen over het water dat de bloemkool nodig heeft. Ja, dat klopt. Zo te zien is het nog heel goed vochtig. Kunnen ze dan ook super lang vooruit? Ja. En wat nou als het heel droog is? Wat gebeurt er dan? Dan moeten we zelf beregenen met de bereginstallatie. Maar dat doen we niet eerder als dat het nodig is. Want als het heel veel geregend heeft, dan proberen we het water op te vangen. En als de plant dan water nodig heeft, dan heeft de plant weer voldoende vocht om weer te groeien. Okidoki. Alle drie super bedankt. Ik weet nu precies hoe bloemkolen groeien. Graag gedaan. Je hebt wel een bloemkooltje verdiend. Dankjewel. Alsjeblieft. Doei. 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 Hallo allemaal. Ik ben weer terug met een heerlijk receptje voor deze week. Houden jullie ook zo van chips? Ik wel namelijk, maar wel van gezonde chips. Groentechips, die gaan we deze week maken. Daarvoor hebben we nodig een wortel, een courgette en een rode biet. De wortel schillen we eerst en die snijden we dan in dunne plakjes. En dan de courgette, die snijden we ook in dunne plakken. En als laatste de rode biet en die snijden we ook in dunne plakken. Dan pak ik weer mijn ovenschaal. En dan ga ik de plakjes mooi over verdelen. En dan mogen ze de oven in 2 uur op 100 graden. Ik heb ze alvast de oven gehaald en even af laten koelen. En in een mooie schaal gedaan. Ik zou zeggen, geniet van deze lekkere gezonde snack. Suhaila en ik zit in groep 6 van basisschool Thierry Julier. Ik ga smoothie fietsen aan een mop vertellen. Wat is de kleinste supermarkt? Albert Klein. Gezondheid! Heerlijk! Ja. Waar zie je dat nog, hè? Zulke elastische benen. Geweldig. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze aflevering. Ik wens jullie een kerngezonde week en graag tot volgende keer. Doei. Gaat ie nog even. Kerngezond TV is powered by Sicon Logistics, Volta Limburg, Jong Leren Eten en Toffe Dag.